Goedemiddag, het is vandaag zondag 20 maart en ik heet u van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Oru Balmantori. Het is zondag en is op de kassonde bakanna. Zitten we met twee grootheden die zeker wel een bijdrage hebben geleverd aan de Surinaamse voetbalsport en Winsfa. Weta Katori nanga de man, hoe was het toen? Hoe hebben ze het ervaren? Sana de mooie momenten zaten bij Abi in de carrière, in hun team, in Nacho. Hoe is het allemaal begonnen? Want we jaren de manning, of we jaren de manning op de radio, televisie, we zien de man. En je wil graag weten wat het verhaal erachter is van de man's Biggie Playball. Vandaag hebben we in de studio Robbie Putisi en niemand anders dan Ruben Tobi, de man Koifkong Namse. En we gaan praten met de heren van Assam Bijing. Heren, goedemiddag en welkom. Hi, goedemiddag. Van mijn zijde. Ook van mijn zijde, goedemiddag. Aigo, alles goed met jullie? Jammer. Ja, we mogen niet klagen. Dat is belangrijk. Ja. Robbie Putisi en vandaag in de studio Ruben Tobi. Voor beginnen, meneer Robbie Putisi. een naam die we heel vaak hebben gehoord, like Chimboy, de Ileta Radio, live voetbal. Je hoort de naam Robbie Putisi. Maar voor actie, hoe is het begonnen? Pay begin playbal, pay leer playbal. Om precies te zijn, ik ben van Billington, daar opgegroeid. En daar ben ik is een kleine gemeenschap met alle hoeken en gaten van het dorp, verenigingen, buurtverenigingen. Daar is het begonnen. Bakachon. En daar hadden we een team eigenlijk, Spoeddik. Daar ben ik begonnen, Spoednik, georganiseerd voetbal, knock-out, we play, sabi. Maar daarnaast, in de middaguren, na schooltijd, daar ben ik op de buurtvoetbal. Bakachon tegen Army, tegen Driehoek, tegen... ja, een heleboel hadden we te doen met voetbal daar in Billington. En nu begin eigenlijk, daarna, kan ik me nog heugen... die moment ik overstap go naar echt voetbal eigenlijk in Billington. Hoe oud was je toen? Dat was ik 14. Eigenlijk ben ik begonnen als keeper eigenlijk. Okay. Ja, keeper. Dan moet je situatie eigenlijk sabi, stap af voor keeper af. Nu weer goalboon toch. Weer free tekbal. Dan was die bakken play tegen een van die teams van Army. Dan ben ik ook een balla lok toe, een cornerbal, dan ben ik kagoron. Dan ben ik een boomboy foef, jogo bij karaman. Dan ben ik mollig. Dan ben ik vader aan een bal, dan ben ik kam tapu. In een paar verdragen geweest toch. Oh jee. Dan ben ik open, dan ben ik skop aan, dan ben ik een kip nooit meer. Dat was het moment. Dan ben ik een kip meer. Dan ben ik nog een slag dat. Dan ben ik een play achterhoede. En van achterhoede, die ik heb georganiseerd, dat ik op het middenveld. Ja. Want bij de Inatemfu, die verenigingen van Soze, Sprakiki, die hebben een plein. Aspi-mini-aspi-pipi. Ja, die hebben een plein, een toernooi dat naar Billington. Meetmoment na de praktiek. Je had nog een Canari. Dus daar hebben we een selectie voor Billington. En ik was ook in die selectie, bij de mooi meetmoment. Was het de best voor de selectie? Ja. Dus dat opleiding aan de man, het was ook, mijn broer Uwin de man, Serevi. En daarna, het was wat motivatie die de man dat voor mijn broer, een jeugdcompetitie. Ongeschoeid, geschoeid. En dat ben ik begin eigenlijk toe, dan met de voetbalschool naar op pad aan wie bij play. Oh, mooi biggie gemeenschap bij dat. Ja, dat mag gezegd worden. Een heleboel de grote voetballers zijn van daaruit gekomen. Ricardo Peneu, Dennis Kerdijk, Emro Pina's ere van mij, maar hij woonde toen op onverwacht. Ja, Ramon Enting, de familie Enting. Oh, ja. Ja. En noem maar op. Toch? Dus zodoende, daarnaast.
de mam ik me go plegi Bilstar. Dus Bilstar ben de eigenlijk actief, ze hebben plegi georganiseerd voetbal in competitieverband. Ben je dan jeugdploeg of was je jeugd? Nee, senioren. Okay. We plegi eigenlijk jeugd als zodanig. Ja. We ben plegi minder gemengd. Dus daarom een ervaring die me bij die plegi ervaring ben de genoeg. Je zat tegen uitdrukking. En dus zodoende, ik denk tegen de 82, 81, zo mee begin play competitie en competitieverband Gibiles daar. Het was toen Parasportbond. Biliton Sportbond. Toen omgedoopt naar Parasportbond na een aantal jaren. En het was direct raak. We werden kampioen van Biliton Sportbond. En daar is het toen begonnen. En we speelden interdistrict en het was eigenlijk keihard toen de tijd tegen als je uitkwam tegen die teams van Brokopondo. Die mannen hebben de obstakel voelen altijd. Ja, ja. En die mannen van Mungo en Albina. Okay. Daar had je ook heel goede voetballers rondlopen, goede verenigingen. Van Albina zoals Sportivo, Mongo bij op Excelsior en Brokopondo bij op een Red Circle, Cicero. Ja, ik pleibal voor ze winnen man. En daarnaast had je ook een selectieverband, para districten selecties. Dat ben ik maar bij selecteren een keertje voor de nationale selectie, maar is op aan niveau was een beetje laag opgewassen tegen die mannen. Dus een Regilio Dus, noem maar op. Maar toch, het was een ervaring, ervaring om te kijken hoe het eraan toe gaat. Isabi. Okay. Uiteindelijk de mannen selecteren, maar ik ben dan op je ervaring. Ja, sowieso. Oké. Okay. Dus, voor zo'n gomoren varen, Ruben Tobi hebben we ook. Hoe is het voor Ruben Tobi begonnen? Oké, bij mij is het helemaal anders eraan toe gegaan. Tegenstelling tot Robbie. Ik hield van voetbal vanaf mijn jonge jaren. Dus op straat, straatvoetbal. Dat was in de buurt Latour, Menkedam heel veel aan de orde. Dat ik zelfs een heleboel pakslag thuis moest incasseren. Omdat je tot laat bezig was op straat. Ook bij mijn Chingol. Ja, Chingol op straat. Dus daar is het eigenlijk spirit om te voetballen begonnen. Hoe oud was je toen? Ik was heel jong, 9, 10, 11 jaar. Dus, na school heb je opgeleverd. Nee. Constant. Dus mijn broer, hij heeft me eigenlijk gemotiveerd om georganiseerd te gaan spelen. We waren niet te ver van Soeses. En op Soeses toen. De meeste verenigingen gingen daar oefenen. Dus hij zei me van, ik ga je een dagje brengen. Dus niet bewust naar een bepaalde vereniging, maar gewoon een middag gingen we daar langs om te kijken de verenigingen die toen bezig waren. Dus toen zagen we een pupillenteam bezig. Dat was toen Sport Philly. Dus we zijn toen naar de trainer toegestapt en gezegd van, deze jongeman wil komen voetballen voor jullie. Yeah. Dus uiteindelijk later is Sport Philly overgenomen geworden door Leo Victor. Omdat Leo Victor toen nog geen jeugd-elftal had, behalve op Stripy Stadion en bij de NGVB. Dus een mini-pupille. Want het was toen de tijd dat de hoofdklasseverenigingen verder gingen met hun opleidingen voor spelers op pupille, mini-aspiranten en aspiranten. Dus zo ben ik toen begonnen bij Sport Philly en later. Bij de overname van Leo Victor is het dan Leo Victor geworden. Dus dat is vanaf pupillen, mini-aspiranten, aspiranten, daarna via Stripy Stadion en uiteindelijk bij de hoofdmacht van Leo Victor. Dus vanaf Ching ik is georganiseerd? Dat is heel jong, dat is rond mijn 12e jaar. Ja. Was ik al goed georganiseerd bezig bij Leo Victor. Oké. Hoe oud je hebt gespeeld te Stripy? Ja, dus eigenlijk. Mijn loopbaan is toch wel vrij snel geweest. Ja. Want ik was toen jong, 12 jaar. Eigenlijk 11 jaar, dan was je nog bij de pupillen. Maar ik mocht al meedoen met de mini-aspiranten. Want die waren van 12 tot 14 jaar. Ja. Dus ik deed toen mee. Op 12e jaar, 13 jaar mocht ik ook meedoen met de aspiranten. Die waren ietsje ouder, van 14 tot 16 jaar. En eigenlijk na 16 jaar dan was je rijp voor Stripy.
Op streepie ben ik met mijn 14e jaar al beland. 14, 15 jaar mocht ik al meedoen met streepie, Jeuk van Leeuw Victor. En met mijn 16e jaar mocht ik al spelen voor de hoofdmacht van Leeuw Victor. Dus vrij jong was ik al tussen de, zeg maar, de geroutineerde. Oké, Robby, je bent dus play lidbonden. Dat was een, vanaf mijn eerste jaar bij Bilstar. Ik denk de jaren begin 80. Was je nog steeds op het middenveld toen? Ja, op het middenveld opereerde ik. En het heeft geduurd. En, pas toen we het hebben gehaald. 84, 85 zijn we net nog niet sterk genoeg om de kampioenschap van de interdistrictenkampen binnen te halen. We gingen onderuit tegen Red Circle, een beslissend wedstrijd hier op het George Trippi Stadion. Die mannen wonnen van ons met een 2-1. En het jaar daarna waren we weer bezig en het heeft ons gelukt. In 86. Toen Binnenlandse Oorlog toch, toen waren die districten komen weg te vallen, de Oekisa-kaas. Ja, de kans was er. En toen tegen de verenigingen van het Westen, tegen Remo, Santos, die waren wel goede verenigingen. En we kwamen in de finale tegen Remo. Op Billington speelden we 1-1 gelijk. En op Nikeri speelden we ook 1-1. En toen kwam er een beslissingswedstrijd in het Asset Stadion. Toentertijd. En we wonnen van die mannen met 1-0. En zo zijn we beland in de eerste klasse. En de eerste klasse toentertijd werd de kampioen van het interdistricte toernooi. Welke rugnummer droeg je, Robby? Bij Bilsta droeg ik nummer 17. Dat was standaard. Had het een betekenis voor je? Ik ben wel weer een speciaal nummer. Nee, dus is het nummer dat je te pakken kreeg. Je kan horen. 17, dat was mijn nummer. Ik heb altijd 17 aangetrokken bij de Bilsta. En daarna bij Robby Hood was het heel anders weer. De MyG-nummer. Ruben, jij speelde voor de jeugd. Had jij ook een binding met een nummer? Nou, eigenlijk meestal de verdedigers zijn de lagere nummers. Dus toen ik bij de jeugd was, had ik druk nummer 3. Waar speelde je precies? Dus eigenlijk, ik ben begonnen, dus toen ik jong was, echt jong, was ik meer een aanvaller. Want op een gegeven moment de man elkaar misreef pillen, omdat ik met heel goed passeerbewegingen had en scoren. Maar ik had wel iets van, ik hou niet van verliezen. Dus als ik zie dat de tegenstander makkelijk tegen ons scoort, dan ga ik neigen om naar achteren te gaan om te gaan helpen verdedigen. Dus zo ben ik begonnen, dus als aanvaller later. Omdat de trainer zag dat ik in plaats van voorin meer ging helpen verdedigen, ben ik op het middenveld beland. Uiteindelijk helemaal achterin. Dus ik ben toen begonnen als rechterflankverdediger. Maar later ben ik centrale verdediger gaan worden. Ja. Het is eigenlijk toevallig geweest dat ik, toen ik dus 16 jaar was, dat Leeuw Victor dat jaar degradeerde naar de eerste klasse. Dus een aantal van die spelers die er toen waren, gingen naar andere verenigingen in de hoofdklasse. Dus waardoor eigenlijk trainer Purpura, die toen onze trainer was, genoodzaakt was om eigenlijk terug te grijpen naar de jeugdafdeling. Dus vandaar dat ik toen de kans kreeg om als heel jonge speler mee te doen. Dus toen ik naar de hoofdklasse kwam met mijn nummer 3, was er iemand anders daar die zijn vaste nummer 3 was. Dus ik moest een andere nummer kiezen. Dus toen heb ik van die nummer 3 ben ik afgestapt naar nummer 5. Okay. En daarmee heb ik de rest van mijn loopbaan gespeeld. Je bent Coloba 5. Dus zo is dat met die rugnummer bij mij geweest. Je hebt dan, jullie zijn gepromoveerd met Leeuw. Hoe is het verder geweest voor jou? Oké, dus na de promotie, op dat moment, dus
eigenlijk het is een samenloop geweest van een heleboel omstandigheden binnen Leeuwen Victor toen. Want onze jeugd was ook een beetje indisciplinair toen, die periode. Dus toen kregen we andere trainer die ons echt discipline ging leren. Dus, welk jaar was dat? Dus dat was rond 1984. Mm-hmm. Ja. Dus, en met hem, toen had Leeuwen erg goede jeugd-elftal. Trouwens, in 1992 is Leeuwen Victor kampioen geworden van de, van de hoofdmacht. Maar als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd toen van dat team, was heel jong. Was rond de 20 jaar. Zo jong waren we toen. Het waren bijna allemaal spelers die vanuit de jeugdopleiding toen in de hoofdklasse zijn beland. Ja, ja. Dus onze trainer toen, jeugd, echt gedisciplineerd. Je moest goed zijn als je wilde spelen. Dus het was een hele goede periode toen van Leeuwen Victor ook. En dat merk je ook dat rond die 1992 toen. Mm-hmm. En soms was dat ook onze nekslag, het jong zijn. Want in die jaren hadden we een battle, zeg maar, met Robbie en zijn Robin Hood en met Transvaal. En onze enthousiasme was heel goed, maar soms heeft dat ons ook of vaak genet. Ja. Dat we bepaalde situaties niet ervaren genoeg waren om het hoofd koel te houden, zeg maar, om meerdere kampioenschappen binnen te halen voor Leeuwen Victor, Robbie stapte toen over van ploeg. Hoe is dat gebeurd? Nou, eigenlijk op Billington had je in principe fanatieke Robin Hooders, Transvaalers, Leeuwen Victor fanatieke supporters eigenlijk. En zonder dat je het weet werd je gescout vanuit Billington, vanuit de stad. Isabi, de man met één hoor. Amai zo gaat Transvaal. En zo toevallig onze trainer bij Bilstar waren Ricardo Penuy van Transvaal. Toen speelde hij al bij Transvaal. En Dennis Kerdijk, die was bij zalig Dennis Kerdijk. Hij was bij Voorwaarts. Maar even de tijd, je bent next. Hey Robbie, ik wil dat je meegaat naar Transvaal. En de fanatieke Robin Hooders zijn bezig, net als een zalig meneer White. Die was echt een fanatieke supporter. Na elke wedstrijd van Robin Hood bij winst, hij is een vraag. Hij was beheerder toen van het stadion daar op Billington. Het was mooie momenten toen. Na elke wedstrijd eigenlijk Robin Hood, Transvaal, Leeuwen Victor. Dat play, dat is even gaan, toch? Dat aan mijn jouwveld, dat we play, toch? Omdat Robin Hood winnen, Dus dat waren echt mooie momenten. En zo begon het. Ik werd gebeld op een of andere dag door een meneer Stan Akum. Toen had je nog geen cellulaire. Nee. Het was vaste telefoon. Ik kwam naar huis, die man zei, hey, iemand van Robin Hood had gebeld. Je dacht, Robin Hood? Je verwondert toch, Robin Hood? Maar vroeger, je bent zo gehackt aan je vrienden daar op Billington. Ik dacht, ben ook wel blij hier, Robin Hood. Met dat Bilstar, ik ga daar blijven spelen, is dat weer. En die fanatieke supporters, de mouden bezig naar je. En die mannen hebben aangegeven, ga spelen, jong. Ga proberen. Mm-hmm. Ik ga niet proberen. Tenminste, ik ben blij. Want toen de tijd had je een Roy George, een Cappy Stewart, noem maar op. Van je poerdemand. Het zou een battle zijn van je welste. Die ervaring die mannen hadden en ten opzichte van jou. Maar de druppel die de emmer liet overlopen was toen. Mijn broer eigenlijk, maar dat nou een motivator eigenlijk. Toen ze belde, had hij opgenomen die dag. En toen ik gewoon want hij met, die man hadden weer gebeld, jong. Ik dacht, jong, moet ik gaan spelen? Maar ik ga proberen. Toen heb ik gezegd, oké, dat ga ik proberen. En op Billington had je ook die vrienden van mij, blanker, getrouw. Isabitok, een heleboel mensen. Maar ik dacht, Robbie, meld je aan. Toen ben ik me gaan aanmelden.
Ik weet nog, ik zat op het schakeljaar van de universiteit. Welk jaar was dat? Dat was 87, 88. Yeah. En die mannen waren in voorbereiding meestal in Kulen voor het stadion. En je weet, wij waren een lopend volk toen. In de kabusje, Sakana's. Stel je voor dat je wakker zou afstand doen hoor. Dat je wakker gaat stadion. En ik kom daar aan en je ziet kolf, je takje ons aan. Dat kan kolf, joh. Ik kom met elkaar, allemaal leg me uit, hoe heb je nodig? Is dat niet, is dat niet? Ik ga nog een jaar spelen bij Bielstaar, dan kom ik volgend jaar. Wat zei je? Toen iemand heeft hij omstand, kan je verder praten met meneer Poetisie? Ik moet verder gaan met de training. Ik ga nog een jaartje spelen voor Robbie Bielstaar. Daar kom ik het volgende jaar. Heren omstand, ga, neem het mee en denk erover na. Daar horen we van je. En zodoende ben ik weggegaan ermee. Toen de man bij Bel, ze hadden ze gebeld, teruggebeld. En die broer zat erachter. Ga proberen. Ja. Toen de volgende vrijdag, het was een maandag denk ik. En die vrijdag heb ik me aangemeld op Sozes. En je weet hoe het eraan toe gaat. Die mannen van Billington hebben gehoord. Robbie gaat trainen met een Robin Hood. De man kon in grotere getalen, man. En ik was iemand tijdens de training. Ik hield niet van rennen, toch? Meneer Long, is dat mij doel ik Messiki? Toen de man kon lukken, de man zei dat, na de training, de man dat jong. Robby, wat gebeurt er, jong? Dus jij long wel. Met de man dat jong. Ik heb de Roy George hier, die dan niet kon wakken dat de man in long. Het kan toch niet, die loopt het ook. Dus zodoende is het begonnen. Heb ik die overstap gemaakt. Die mannen hebben hun medewerking verleend. En dat was één principe. Daarvan houden de Billingtonese dat een Billingtonese verder gaat voetballen in de top. En die mannen waren blij erom. En vanaf het moment dat die hoe die overschrijving is geschied, weet ik niet. Ja. Maar ik begon bij Robin Hood. En vanaf die tijd was het eigenlijk, zie je dat het een stijgende lijn werd. No? Het was een heel andere situatie weer. Op Billington hebben we wel gevoetbald. Onder mannen die eigenlijk in de top speelden. Best wat we wisten over voetbal. Maar bij Robin Hood, Kolf, was het een heel andere situatie. No? Daar is het echt gestructureerd voetbal in een bepaalde organisatie. En ik kan me nog heugen, de eerste dag van de training heeft hij aangegeven, dus na die training, en daar heeft meestal de trainer een praatje met die spelers, heeft hij aangegeven, Sa'i leert ja, je moet het meenemen, en dan kwam je terug ermee. Eigenlijk met dat, jong, wat bedoel je? Dus je gaat ermee weg. Daarna moet ik achter zijn. Is net als een hij was leerkracht. Bijvoorbeeld, die de Ikisa les 1 en 1 is 2. Tegen Imkangen, want als het herhaald wordt, moet je mee. Zo moet ik een fatasani op. En ik denk, ik dacht in mezelf, deze man is... hij werkt conform een bepaalde structuur. En ik moet me aanpassen aan die structuur van hem. En zodoende ben je snel begrijpen die trainingen van die man. En wat ik heb opgemerkt bij voetbal toen ik daar was, door veel te trainen, vergaar je inzichten. In voetbal eigenlijk gaat het om je toegevoegde waarde eigenlijk in het geheel. Dat was zeer belangrijk. En ze te kijken hoe... Luisteren naar die coaching van die ietsje oudere speler als Roy George, een Cappy Stewart, een Ramroets daarachter. In een ik vol. Goed, we nemen een break en meteen zijn we bij u terug. Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging voor uw smaakpapillen?
gespitste oren. Vanaf 12 uur biedt Le Classique uw 100% Surinaamse gerechten aan. Pom, pastei, soepen, verschillende vissoorten en nog veel meer. De donderdag en vrijdag zijn de vaste barbecue dagen. En zaterdag en zondag hebben wij doks, krab en garnalen. Le Classique Food staat aan de Plutostraat 209. Open van 12 uur tot 6 uur. Voor meer info bel op 8-72-85-23. Vergeet onze Le Classique Lounge niet te bezoeken. Voor meer info bezoek onze Facebookpage Le Classique. SRS Power Up. Luister nog steeds naar Orubal Mantori op de SRS en vandaag in de studio Robbie Putisi en Ruben Tobi. De heren die vertellen over hun ervaring, hoe het allemaal is begonnen. En we gaan verder. Ruben Tobi, bij Leeuw heb je altijd onder één trainer gespeeld. Ja, dus eigenlijk, net zoals Robbie aangeeft, mm-hmm. We waren toen in de gelukkige omstandigheid. Dat we in onze voetballoopbaan, carrière, zeg maar, onder zeer kundige trainers hebben kunnen trainen. Niet om de anderen tekort te doen, mm-hmm. Maar als je toen sprak over trainers, dan waren toch wel de beste. Roel Kolff, zeker. En een Frits Purperhart. Dus nagenoeg mijn hele loopbaan, voor wat de senioren betreft, heb ik getraind onder zijn leiding. Oké, de laatste jaren, zeg 2 mm-hmm. of 3. Toen had hij het gezien. Hij wilde het niet meer doen. Toen heeft trainer Winter, ja. Nieuwijlen, overgenomen. Oh. Dus ik heb toch wel meer een deel, het grootste deel van mijn loopbaan bij Leuventer mm-hmm. onder zijn leiding mogen trainen. Wat was zo'n voetbal filosofie, wat heb je meegekregen van hem? Als je terugkijkt. Oké, dus het meest belangrijkste ja. eigenlijk in voetbal, en trouwens, dat is wat wij bij Leo Victor hadden, is discipline en doorzetting. Naast het technisch, tactisch, dat hij ook meegaf. Maar het meest belangrijke is dat je niet moet opgeven mm-hmm. en dat je moet doorzetten, want alles wat je en trouwens, dat heb ik ook meegenomen in het leven. Zonder een doorzetting, zonder een discipline bereik je het ook niet in het leven. Dus dat was toch wel kenmerkend voor wat hij meegaf. En ook teambuilding, teamvorming. Dat je elkaar blindelings kan volgen, begrijpen. Omdat we quality momenten met elkaar konden doorbrengen. Zodat je ook situaties die je op het veld kreeg, na kon vertellen en erover kon babbelen, zodat je in een volgende situatie het beter kan doen. Okay. Jullie werden kampioen. Je had het ook over die jonge leeftijd die ervoor heeft gezorgd dat bepaalde kampioenschappen zijn misgelopen. Ja. Als je zo nadenkt, welk jaar kan je een beetje vertellen over een kampioenschap bij Leeuw Bemtron kampioen, maar als aan go mis. Dus eigenlijk net wat ik zeg, toen waren we dus rond de gemiddelde leeftijd van 20 in 1992, zijn we toen kampioen geworden. Het jaar daarop zijn we semi-kampioen geworden. Dat was in een beslissingswedstrijd. Oh ja, met penalties, hè? Met Robin Hood. Een wedstrijd waarbij we eigenlijk tot 2 keren toe voorstonden. We stonden 2-0 voor. Mm-hmm. Wij met onze enthousiasme bleven maar zelf dat type spel spelen, aanvallend. Robin Hood komt terug, 2-2. Nog voor rust scoren we nog 3-2. Weer voor, nog steeds. Ondanks we zijn gaan rusten terug, mm-hmm. maar het vurige, dus het meer willen, we gaan ze winnen, en we gaan ze het groot winnen vandaag en we gaan kampioen worden. Uiteindelijk wordt dat onze next leg, want door het aanvallend spel dat we bleven spelen, Robin Hood met hun ervaring, mm-hmm. hebben ze ons toch wel kunnen verslaan, waardoor we dat jaar op de tweede plaats zijn geëindigd. Het jaar daarop waren we weer in een battle met Robin Hood, toen om het semi-kampioenschap volgens mij was Transvaal dat jaar kampioen. Mm-hmm. Weer in een beslissingswedstrijd met Robin Hood. Weer stonden we voor. Een aantal keren en
weer moesten we het anders delven. Dus zeker die 3-4 jaren na elkaar, van 1992 af, was het telkens maar dat we nog net of geen semi-kampioen of nog net geen kampioen konden worden, omdat we het niet. We konden het maar niet leren dat we het anders moesten doen. Maar het waren toch wel mooie momenten, mooie battles. Met Robbie onder andere ook. Ja, jullie hebben tegen elkaar gespeeld. Ja, al die jaren was het tegen Robbie. Ik moet eerlijk toegeven, in mijn loopbaan is het toch wel een vriendin geweest die ik kan tellen hoeveel keer ik van Robbie heb gewonnen, maar dat waren niet veel. Het was toch wel een team die vaker de baas waren. Ja, ja. Moet ik toch wel toegeven. Robbie, je hebt gespeeld tegen Ruben. Kan je nog wat momenten herinneren? Ja, de wedstrijd waarover hij het had. Eigenlijk de aanloop naar die wedstrijd. We moesten uitkomen tegen... het was een strijd tussen Robin Hood en Le Victor. Minder Transvaal. We moesten uitkomen tegen Corona toendertijd. Een zeer sterke team. Ja, ja. Zeer sterke team van Coroni. Op Coroni. Als we gelijk zouden spelen, we hadden genoeg aan een gelijkspel om kampioen te worden dat jaar. Maar Corona, door hun inzet, het veld speelde ons paarden ook. Hebben we dus verloren met 1-0. En toen, op diezelfde dag, simultaan was die wedstrijd. Hè? Ja. En jullie hadden gewonnen in de stad van Transvaal. Transvaal, ja. Ja. En toen zijn we weer op een gelijke hoogte gekomen. Mm-hmm. En toen een beslissingswedstrijd. Net wat Toby aangaf. Vroeg in de wedstrijd zaten ze al met 1-0 voor. Daarna 2-0 door een... toen was Kempenaar in dreef. Ja, ja, op dreef, ja. Hij was op dreef. Ja, hij was scherp. 2-0. We gaven zelf aan. Toen speelde ik met een Harvey Tol op het middenveld. Amantak Robba. Samsi Jouna, next jetty there. Ik dacht, boy, dit is moeilijk. Maar we play. Ja. En toen, we speelden, net wat Toby aangaf... we zagen dat die mannen gewoon normaal speelden. Mm-hmm. Zonder een dekkingen toe te passen vanuit een gesloten verdediging. No? En Robin Hood eigenlijk observeren. En vanuit de instructies die we hebben gehad, moesten we toeslaan. En meestal het vlotte tussen mijn persoon, Harvey Tol, en mijn directe, maar daar op de rechtsback, Johan Forsweg. Ja, ja, ja. En die Admo Di Meggio. En we zagen dat na die 2-0, Le Victor ging normaal spelen. We kwamen op 2-1, zelf 2-2. Mm-hmm. En toen zeg ik, we kunnen nog kampioen worden. Ja. Maar voor de rust scoorden ze 3-2. Ik dacht, jong, hey, daar hebben we niks meer hier. Le Victor wordt kampioen. De rust en de kleedkamer. Zo frappant. Wat werd er gezegd? Kolf heeft geen enkele instructies gegeven. Niets. Omdat dat jaar dacht ik dat die mannen zagen dat we Robin Hood geen kans had op de kampioenschap. Mm-hmm. Vanwege die dreef, wat Leo Victor opereerde toen. Die man heeft geen... meneer Kolf heeft geen enkele instructies gegeven. We zijn weer op het veld gegaan en we begonnen te spelen. Leo Victor, hetzelfde situatie. En we hebben toegeslaan 3-3. Mm-hmm. En we... We hebben aangegeven, het zit erin, man. Ja. En uit een flitsende aanval, is aan familie weer blij. Met een tekka bal. Hé, nengere, jopie gieman bal. Jopie gieman, jopie long buiten het veld. Ja. Toen meer pas, die passes van mij waren echt goed. Loppas, op een korte afstand. Toen heb ik het loppas gegeven aan Jopie. En hij heeft het meegenomen door middel van een drijfpas. Dan maar trekken voor. En je weet, daar in de spits hadden we een ervaren spits, Umberto Klinker. Oh, ja. En middels een halve bicicleta was het 4-3. Einde dienst. En toen hebben we aangegeven, nee, dit is voor ons dan. Okay. We sluiten, we sortaien, maar nee. Wat ze ook deden,
Annabel Luc de Hoorn. Toen werden we kampioen voor de zoveelste keer. En we waren blij. Maar Robin, het was niet voorbereid daarop. Doe wat clubbakken. Je ziet, die mannen waren niet plezierig. Maar wij als speler hebben een goede avond ervan, een prettige avond ervan gemaakt. Okay. Jullie periode in de nationale selectie, Ruben. Je eerste oproeping, kan je nog herinneren? Tegen wie zouden jullie spelen? Oké, dus het is net wat ik zeg, vrij jong. Was het al begonnen. Het was, ik ben toen begonnen bij de U18. Dus dat was een jeugdselectie onder leiding van trainer, trainer Pietje Frenkel en Siegfried Rustenberg, Gusto. Dus en die selectie was zo goed. Ik denk dat het was zo rond 19... Ik was 18 jaar, 88. Ja, rond die tijd. En die selectie was zo goed dat zelfs de senioren selectie, we van die senioren selectie gingen winnen. Dus een heleboel van die spelers toen. Dus ik was erbij toen, Ulrich Watson, Stephen Moore, Johan Forsweg, waarom je net sprak. Dus een aantal van ons zijn automatisch dan ook doorgestroomd naar de senioren selectie. Nu weet ik niet echt meer, want we hebben toen een aantal wedstrijden gespeeld voor de senioren selectie. Maar het was meer vanwege onze prestatie bij dat jeugdteam, bij die jeugdselectie. Hebben ze automatisch een aantal van ons meegenomen. Ja. Eigenlijk, de senioren hebben zich aangevuld bij die jeugdselectie. Want die jeugdselectie zou eigenlijk de formele senioren selectie van Suriname worden. Zo goed waren we tijdens die periode. Ja. Dus zo is het eigenlijk geweest. Dus met de jeugdselectie hebben we een aantal wedstrijden gespeeld binnen, ook in het buitenland. We zijn zelfs kampioen geworden, het Caribisch gebied. Met teams zoals Amerika en Mexico. Van Amerika hebben we zelfs gewonnen toen. Mexico heeft ons wel verslagen. Ja. Maar zo is het bij de jeugd begonnen. Bij de senioren hebben we toch wel ook een aantal hoogtepunten gehad. Nog net, ik zat toen in de selectie samen met Robbie erbij. Op Trinidad. Oh, apply dat. Ai. Dus zo is het een beetje geweest. Is het naar jouw gevoel? Is er de man Schumann aan apply? Niet een beetje. Oké, van onze zijde hebben we ook fouten gemaakt, moet ik eerlijk toegeven. Dat is voetbal ook. Maar het was toch wel duidelijk een wedstrijd waar goed gekoet ze wilden dat Trinidad moest winnen. Wat er ook zou moeten gebeuren. Ze moesten die dag winnen van ons. En ja. Laat gebeurd. Onder leiding van trainer Bagwandas. Hè? Ja. En Robbie, jij, jouw periode in Nacho? Kijk, nadat de nationale selectie moest afreizen naar Nederland. Je kent die periode 88. Ik denk 88, 89. Om een aantal wedstrijden daar te spelen. Bij terugkomst toen had je trainerscollectief, Purperaat, Weiland Purperaat, Weiland Bagwandas en meneer Kolf. Ja. En bij terugkomst heeft meneer trainer Kolf me benaderd. Zegt, kijk, we hebben iemand nodig in de selectie die in principe het afhalen van die bal, het opbrengen van die bal. Toch? Toen zo hebben ze me oproeping gegeven via Bagwandas. Ben ik gaan trainen voor de selectie. En dat was eigenlijk de selectie die naar Trinidad zou gaan en, op dat moment. En, dat was 89, hè? Ja. 88, 89. Die zo omstreden wedstrijd. Ja, maar het was eigenlijk een het introduceren van die sudden death. Hè? Ja, die sudden death. Die kalibers daar als Pelé op de tribune. En Shaw Havelaans, toen de tijd nog voorzitter van FIFA. En de wedstrijd, het was een volbeladen wedstrijd. En het heiligdom van die man, die Heuvel Stadium. Je kent die Heuvel Stadium propvol. En we begonnen als underdog eigenlijk.
Maar naarmate de wedstrijd vordert, hadden we een bepaalde balans op die wedstrijd. Ik zat daar op het middenveld samen met een... wij waren veteranen toen der tijd aan. Bijna, we waren met Kenneth Borgia. Ja. En toen had je op die vleugels een, twee snelle, Limon en een Kreitol. Ja, die in principe voor de snelheid zorgde. En daarachter had je Toby, Deekman en noem maar op. En vroeg in de wedstrijd was het al 1-0. Ja. Door een doelpunt van een Harfiet Kreitol. Kreitol. Ja. En, en het werd zelf 2-0. Kempenaar. En men kon het niet geloven daar in het stadion. Het was muisstil. Ja. En... maar naarmate de wedstrijd vorderde, zag je dat de ervaring ging spelen. Je had speler bij hun zoals een, Dwight Yorks, toen de tijd Manchester United. Ja. En Latapi, die speelde in Portugal. Overrechts had je die zeer snelle Dwarka. Ik denk hij speelde in het Midden-Oosten. En je had ook een aantal Trinitianen die in Colombia speelden. Dus het was een ervaren team. Ja, ja. Maar hoe dan ook, we hebben ook goede spelers. Maar als het gaat om die, de volgende stap, de volgende treden, daar werd het moeilijk van. Die ervaring, die ervaring, internationale ervaring. Maar we beschikten wel over goede spelers. En gaande de tweede helft zag je dat die mannen door dekkingsfouten daar in de achterhoede en, zijn die mannen op 2-1 gekomen, daarna 2-2. En we hadden nu zo... Amareka Plei, je zag het aan, Bagwandas, hoe hij regeerde ja, langs de lijn. Eigenlijk was die wedstrijd al afgelopen, maar ja, eigenlijk op dat niveau ga je niet kijken naar die wedstrijd. Je moet proberen die wedstrijd uit te spelen. Wist je maar in 10, 20 minuten, je moet het uitspelen. Maar isabi amateuristisch een gedraging, in plaats van Plei, we Lucas Maar daarna was het een overtreding een, van een van die centrale verdedigers. En het was direct een penalty. Na die penalty heeft de arbiter de wedstrijd afgevoerd. Sudden death. Dus dat was een hoogtepunt voor ons. Die Toby Mekapin. No. Dat was Deekman. Deekman. In een bewraak, Toby. Nou, op Deekman niet. Omdat je eigenlijk ook... we waren eigenlijk, net zoals ik het aangeef, we gingen meer focussen op die arbiter en het beëindigen van die wedstrijd. Dus, en het was misschien niet eens zo een tackle waar je een straf zou moeten geven. Dus ja, niet op hem, maar gewoon vanwege de situatie daaromheen. Was je wel teleurgesteld dat je toch niet hebt gehaald wat je wilde bereiken. Als centrale verdediger, welke spitsen... waren echt een probleem voor jou om te handelen als verdediger? Nou, eigenlijk, ik was geen snelle speler in mijn tijd. Maar momenten taxeren en vooruitzien, dat waren toch wel belangrijke eigenschappen dat ik had. Dus moeilijke spitsen. Erik Gottlieb toen bij Transvaal was... was toch wel een moeilijke jongeman om tegen te spelen. Bij Rabino, Umberto Klinker in zijn latere jaren, maar toen ik begon was het meer, daar was ik rechtsachter. Dus toen kwam ik tegenover spelers als Delano Richters en Kenneth Francis, linksbuiten, echte pure linksbuiten te staan. En dat waren toch wel battles. Moeilijke jongens. Snelheid tegenover een beetje... Lisa Play. Maar Erik Gottlieb was toch wel een kanjer van een spits toen. Robby, jij was wel op het midden. Maar met welke andere spelers heb je gebattled daar? Ik heb gebattled met een heleboel middenvelders. Ik was in principe, ik had een vrije rol toen der tijd bij Robin Hood. Ik mocht overal gaan van het veld, problemen oplossen. En als je me wilde volgen,
zou het een probleem voor je zijn. Want ik stond niet stil. Ik moest die bal afhalen en verder distribueren. En ik kan me nog heugen, een wedstrijd tegen Leeuwen Victor. Toen hadden ze een mandekking voor me geplaatst. Huh? Mm. Ja, mandekking, een jumpy, moor. Dus ik had het niet door. Kolf wenkte me dat, Robbie, let op, je hebt een persoonlijke dekking. En toen ik keek, ik dacht, hey, deze man is hij is constant achter me. En je kent jumpy eenmaal. Huh? En toen begon ik te lopen. Tja, yeah. Man. Maar... ze waren zo geniaal. En if me gonna say, die jongen van Kolf nam me over. Ja, ja, ja. Gilly. Toch, jongen, hoe ga ik deze mannen, jongen? Bijna de man schakel me uit. En door middel van zware tackles. Ik ben iemand, ik lig niet zomaar op de grond. Mm-hmm. Met jump op bakken, maar die tackles waren echt een zware tackles. En ik was er wel erbovenop gekomen. En daarna gingen we anders spelen. Mm-hmm. Op afstand met die mannen. Ja, ja. En dat waren eigenlijk, je had ook Transvaal. Transvaal had je van die middenvelders. Ricardo Peneu, een Miller, een White. Een Simpson, Ludwig. Dat waren echte tegenstander op het middenveld. Waarbij je in principe vooruit moet denken. Mm-hmm. Anticiperen op bepaalde situaties. Daarnaast had je ook bij teams als Tuna. Ja. Had je Javet. Javet Goedewa. Je hebt een... Hoe heet het? Middenveld. Middenveld had je Max van Hengel. Max van Hengel en die andere tengeren. En Husband. Waren echt lastige spelers. Maar ze waren echt goed. Je had Antjes toen bij Tuna tegenover ons. Het volgend jaar, 88, 89, is hij bij Robin Hood beland. Mm, okay. En verder een andere verenigingen zoals SNL. Had je wel een aantal keiharde spelers waarbij je vooral vooruit moet denken. Ja, ja. En dat werd je geleerd tijdens die training. Het anticiperen op bepaalde situaties, spelsituaties, snel denken. Als je... snel moet roteren, die bal distribueren, afgeven door middel van een touch. Zo speelde je tegenstander uit. En Robin Hood was sterk in dat, in zulke systemen. Omdat we hadden het makkelijk. Ja. Trainer Kolf maakte het makkelijk voor ons. Als hij weet dat hij tegen Transvaal of Leeuwen Victor zou uitkomen, dan misschien een maand al... begon hij in te spelen, te analyseren. En zo werden die trainingen aangepast aan bepaalde situaties. Okay. Ik kan me nog heugen tegen Transvaal. Toen had je nog een, moeilijke jongeman van, ik denk Efraim, hoe heet hij weer? Van der Kus. Oh. Is Van der Kus nog? Mm-hmm. Ai. En hij was ook goed. Hij was net als een Cafu. En hij heeft hem geanalyseerd. Zegt, hey, als die bal over links is, en, nog niet over het middenveld, dan is Van der Kus al bijna voorbij het middenveld. En hij heeft een bepaalde situatie ingestudeerd. Forsje, Minanga Forsje. Mm-hmm. Hey, snel die bal veroveren en met een wisselpaas in die ruimte waar Van der Kus weg is voor Kenneth Francis. Mm-hmm. En toen was het bingo. Toeslaan. Ruben, als verdediger heb je een moment waar je zegt van Tanga heeft die idee, zit ik even nog met dit moment, had ik het anders aangepakt? Ja, toch wel. Dus toen, eigenlijk net wat ik zeg, die wedstrijden tegen Robin Hood, twee momenten, dus eigenlijk die wedstrijd waar we 2-0 voor stonden, op een gegeven moment ik kan me nog heugen, een bal kwam en ik moest het eigenlijk, ik kon het makkelijk tot corner verwerken of weg, maar in plaats van eigenlijk weg van doel, heb ik juist die bal teruggekopt. En vlak daar was er een man van Robin Hood die gescoord heeft. Dat was die 2-1? Dat was die 2-1, ja. Ja. En eigenlijk dat andere jaar, bij die strafschoppenserie,
was ik de laatste. Ik was eigenlijk de specialist bij Leo Victor als het om strafschoppen gaat. Wie zou ik de laatste van bij Blij? Dus ik was samen met Harvey Tol. Mm-hmm. Wij waren de twee laatste. Dus hij moest voor mij trappen. Dus toen grapte ik nog met hem van, ga je strafschop missen, zodat ik kan scoren en wij met de titel ervan doorgaan. Mm-hmm. En prompt miste hij ook. Dus als ik had gescoord, dan waren we toen, het was volgens mij semi-kampioen dat jaar. En jij schopte tegen de paal. En ik had een bepaalde vaste hoek, zeg maar, waar ik mijn penalties ging trappen. En eigenlijk bijna al die doelverdedigers wisten dat ik eigenlijk in die hoek zou trappen. Dus nu je erover nadenkt, denk je van hij weet dat ik het daar, of hij denkt dat ik het daar ga trappen. Ik ga voor een andere hoek kiezen. Dus toen heeft het met zijn vingertoppen nog net kunnen raken, bal tegen de paal, terug. En ja, bij de eerste volgende was er weer een semi-kampioen. Dus dat zijn twee momenten toch wel in mijn loopbaan. Dat als ik het weer zou mogen doen, dat ik het anders zou doen. En Robbie, heb jij ook van die momenten? Nou, kijk, mooie momenten en ietsje mindere momenten. Die mooie momenten van mij is toen ik aantrad bij Robin Hood. In een periode een rijdende trein, waarbij een aantal wedstrijden gespeeld moest worden. En ik kwam, Robin Hood was geliefd in de regio, kreeg uitnodiging en er kwam een uitnodiging binnen. Ik was toen pas in het team en we moesten een benefitwedstrijd gaan spelen op Curaçao. Toch? Tegen op uitnodiging van Ondeba. En daar is het spelen tegen de wind eigenlijk. Ja, ja. We hadden die ervaring niet, die nieuwe jongens. De ietsje oudere jongens wel, Roy George. Zo frappant, ik scoorde mijn eerste doelpunt buiten Suriname. Ja. En het was 1-1, maar naast penalty trappen heeft Ndouma de wedstrijd, Ondeba de wedstrijd gewonnen met 5-4. En toch hebben ze het trofee aan ons geschonken. Nog een mooi moment. Was bij het afscheidstoernooi van Rinaldo Anting. Ik nam het nummer over van Rinaldo, nummer 9. Ja. En ik moest invallen. Het was een toernooi tussen waarbij deelnamen Robin Hood, Transvaal, Camille de Waker en Haarlem uit Nederland. De eerste wedstrijd tegen Transvaal scoorde ik tegen Transvaal. Bij de wedstrijd van Haarlem moest ik invallen voor Anting. En ik viel in. Het was een ervaring die ik zou opdoen tegen een buitenlands team. Eigenlijk die Nederlanders spelen op snelheid. Maar wij pakten dat ding tactisch aan. En iets dat mij veel opgetraind hadden, was het doorkomen van die middenvelders. Mm-hmm. En toen speelde ik vleugelmiddenvelder. Ja. Het doorkomen was mijn specialiteit toentertijd. En ik liep over me uit een paas van, ik kan me nog even uit Ramroes, vanuit links of rechts. En ik liep over de verdediging van een Haarlem. En kwam tegen met God aan, hij kwam uit zijn doel. En ik tipte die bal over en ik scoorde me. ik scoorde en de wedstrijd eindigde 1-0. Mooi moment. Ietsje mindere momenten met Robin Hood was een. We waren heer en meester in het Caribisch gebied. Mm. Caribisch kampioen tot 2 maal toe. Achter elkaar. Zwaar bevochten. Want je kreeg het niet makkelijk van die teams uit Trinidad. Mm-hmm. Toen der tijd een Defense Force, een Police Force, Trintok. Maar toch met goede inzet gingen we erdoor. En we belanden in Midden-Amerika. De hel eigenlijk. Ja. En je hoorde van die ietsje oudere speler hoe het eraan toe ging in Midden-Amerika. En we kwamen onze de eerste keer uit tegen Amerika. Was kampioen van Mexico. En we speelden in Querétaro. Ietsje
gangbare situatie daar dat we konden spelen. Maar toch voor ons was het iets een moeilijke situatie door ademhalingsproblemen. Ja, ja. En we kwamen tegen Amerika, En wie speelde voor Amerika? Hugo Sanchez kwam net terug uit Spanje. Ja, want hij was van Real Madrid. Ja. En daar had je ook de gebroeders Garcia op het middenveld. Ja, ja. Oh, okay. Ruggeri was aanvoerder van de nationale. Ja. Ja, en je had een Ruggeri van Argentinië. En toen had je ook een paar Brazilianen. Maar je moet spelen. No? Ja. En we speelden. En, het was een zeer zware wedstrijd voor ons. Op zo'n niveau. Met zulke ervaren speler. Je speelde eigenlijk met je rug tegen de muur aan. Is goed dat we een goede keeper had, Jimmy. Ja. Een hele wedstrijd moest Jimmy. Ja, ja, en we gingen ten onder. En het jaar daarna weer Caribisch kampioen. En we belanden in een vierhoekstoernooi in Guatemala tegen Leon van Mexico. Saprissa van Costa Rica en een municipal van Guatemala. En in Leon had je die Braziliaan Tita. No? No? Ja, 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 ja. En in Saprissa had je Matt Ford, die net uit Italië terug was. En het was een hell of a job voor ons tegen het plaatselijk team municipaal. Welke plaats eindigde, Robin? De laatste, natuurlijk. De laatste, natuurlijk. Goed, voordat we afsluiten. Ja. Ruben, je laatste wedstrijd. Wist je, dit wordt mijn laatste, hier sluit ik mijn carrière af? Ja, toch wel. Omdat eigenlijk, ik ben heel vroeg begonnen. Maar ik ben ook vrij jong gestopt, zeg maar. Ik ben gestopt, ongeveer was ik toen 30 jaar. Voor een voetballer is dat niet zo oud. 29, 30 jaar. Mm-hmm. Maar dat was meer van wie ik het werk. Ja. Want ik was toen werkzaam bij Suralco. En ik was in de shift ingedeeld. Dus dat trainen ging moeilijk. Dus ik heb het een jaar, twee jaar kunnen volhouden. Mm-hmm. Maar daarna was het een beetje veel. Dus ik zei tegen mezelf, nou, dat kan ik niet aan. Het wordt roofbouw op mezelf. Mm-hmm. Want werken in de shift en trainen. Onregelmatig. Met een gezin, dat gaat niet. Dus ja, ja. Zo ben ik dan. Oké, nadat ik gestopt ben bij Leo Victor, heb ik toch wel daarna nog even bij de randdistrict even gespeeld. Maar ik wist dat ik ging stoppen, want ik kon het niet meer combineren. Nee. En Robbie, jouw laatste wedstrijd? Na Robin Hood eigenlijk heb ik de overstap gemaakt naar Inter Mogotapo. Hoe lang heb je daar gespeeld? Ik heb bij Inter Mogotapo iets van 4 jaar gespeeld. 4 tot 5. En ik was al 35 bijna. En het was al genoeg. In principe, je moet je gaan aanpassen aan die jonge jongens. Heel ander spelsysteem, speelmethode hadden ze. En ik had een heel ander speelmomentum. Waarbij ik meestal die bal ging halen en het distribueren. En bij die jongens is het een soort kick-and-rush. Ja. En je moet het aankunnen. Ik was daar samen met een, hoe heet hij weer, Josefsson. Josefsson op het middenveld. Toen zei ik hem, hey, José, ik denk niet dat ik het meer aan kan, hoor, met deze jongens. Want als ik die bal ga halen, trapt hij die bal weg. Je vraagt om die bal. Je moet aan het systeem. Je moest eigenlijk aanpassen aan het systeem van hun. Maar toen heb ik gezegd, toen was trainer Van Troon, trainer bij Intermota. Toen heb ik hem gezegd, trainer, dit is mijn laatste. Dus ik heb geen officiële wedstrijd, een afscheidwedstrijd gespeeld. Dus dat je tap? Gewoon ben ik die dag zeg. Met tapu. Moest dan zeggen, als assistent trainer. Toen zo assisteerde ik een Van Troon. Goed zo. Heren, mag ik jullie dank zeggen voor jullie komst naar de studio. Ik ben van tak moro lang, maar ayuru no de Ubonds genoot. Het is snel gegaan. We hadden vandaag in de studio Ruben Tobi en Robbie Putisi. Ik wil jullie dank zeggen dat jullie ervaringen hebben gedeeld. Nanga de Arkimang, nanga Unu en tak Atori die Staki. En dat het ook vastgelegd is voor de generaties die
ooit weer willen weten wie Robbie Putisi is en Ruben Tobi. Ik wil jullie bedanken, zeg maar de SRS, voor dit moment. Ik vind het fijn, een heel goed programma, dat jullie toch wel aandacht schenken aan zij die het hebben gedaan in het verleden. Zodat de jongeren die na ons komen ook wat meer kunnen weten komen van wat we allemaal hebben betekend voor Surinaams voetbal. Ja. En voor ons clubvoetbal, ja. Ja. Dus ook van mijn kant bedankt dat wij de gelegenheid hebben gehad om onze ervaring en meningen te delen met het publiek. Ja, op deze manier willen we jullie ook die grani geven. Lekoro Legend. Ze gaan leveren om bijdrage. Robbie? Ja, van mijn zijde ook bedankt. Het is een waar genoegen om hier te zijn. Het is niet alleen te beluisteren in Suriname, maar ik denk wereldwijd. Ja. Ja? Ook die mannen in Nederland, onze vrienden daar. En het komt op YouTube, dus de man gaat hard in elkaar. En als we iets mis hebben gelopen, dat het in principe door onze, die mannen die ons gaan volgen nu, dat ze het aangeven. Want er is een heleboel wat je nog moet kunnen aanhalen om aan te geven hoe het was vroeger. Soms stuiten we aan in discussies met jongere jongens. En input, dat wil je voorzien, Isabi. Isabi. En al geef je ze uitleg. Toch zien ze het anders. Hè? De tijd is veranderd. En trainer Kalf heeft het ook aangegeven. Robbie, nou, je moest een prijzenspeler. Vroeger, de mannen bij prijzen, je moest gewoon spelen. En je werd gehouden in een bepaalde stramien. Toen ik van Robbie Noot ging, ik dacht, ik ben een vrije vogel. Want ik was gebonden aan een bepaalde situatie, concentratie. Bij Intermotapo was het anders. En dat probeer ik die jongens bij te brengen soms. Maar je moet willen eigenlijk. Ja. Je moet willen eigenlijk. Oké. Okay. En nou, nogmaals bedankt dat we onze meningen en ervaring mogen delen met het sportminnend publiek in Suriname. Die supporters die ons lang niet hebben gehoord. Ja, en vandaag ons kunnen zien en horen. Het is leuk. Het is zeker een mooi programma. Mooi programma dat jullie in elkaar hebben gezet. En nogmaals bedankt. Ja, thank you. Vandaag twee legends, Ruben Tobi en Robbie Putisi, die we hadden in Orubal Mantori. Ik wil u dankzeggen. Dit programma is ook na te beluisteren op onze SRS YouTube-channel, Radio SRS Suriname. Kunt u searchen en dan vindt u ons kanaal. Ik dank u en tot de volgende week. Power Station. Just what you've heard, but I know a simple trick. You put both hands up, clap them above. Do it just like this. Ha! I think I might have got the dancing sickness. I never ever had a fever like this. But wasn't funny. The Kinder Radio.